De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Maar die slager, die moerman, ja, die was blut. En een reclame op Radio Rio kost 8,95. Dus ik zeg, betaal maar in natura. Uiteraard. Hij zegt, wat dacht je van 20 blinde vinken? Ik zeg, schei eens uit, die vinken van jou, die kunnen wel 14 dagen oud zijn. Hè? Geef maar een kilo ossenhaas. Hij zegt, ken je bek niet verder open. Ik zeg, moerman, graag of niet? De adverteerders staan er in de rij. Zal wel. Dat zal zeker wel. Hier zo. Willen allemaal op Radio Rio. Azalia Paleis. Wij zorgen voor de kleur in uw leven. Modehuis Bas. Voor jurk, broek of das. Groentemagazijn Klaas Appeldoorn. Met Klaassen vitamine laat je de dokter grienen. Nou, zo kan ik nog wel eens die kwartiertje doorgaan. Zo is dat. En kijk eens, Karel, wat ik hier voor jou heb. Hey, de enige echte Jan van Schaffelaar saté. Jan van Schaffelaar saté? Ja, die heb je toch uitgevonden? Heb Jan van Schaffelaar de saté uitgevonden? Tuurlijk. Dat wist ik niet. Je sprong toch van die toren? Zo in die speren. Oh, vandaar? Ja, vandaar. En, Jan van Schaffelaar was een heel groot fan van de Indische keuken. Dus heb ik die ossenhaas de hele nacht laten marineren in de ketchup. Lekker wel. Alig, man. Ja. Maar die Radio Rio, dat is toch een volkomen overbodige aangelegenheid? Hoe kom je daar nou bij? Er zijn al zoveel radiozenders. Waarom moet de Rio dan ook weer zo nodig? Radio Rio, Karel, is een unieke zender. Dat is de enige zender die alles live doet. Het is nog illegaal ook. Veronica toch ook? Luister ik ook niet naar. Het is gewoon de bruine, maar dan op de radio, Karel. En jullie brengen alleen maar amusement. Hoe kom jij daarbij? Geef toch ook tips? Tips? Over de wc. Val onder informatie. Ja, een soort koning-klant, maar dan met betrekking tot de wereld der fecaliën. Ja? En de rest is cultuur. Een uur lang Johnny Hoes. Val onder cultuur. Johnny Hoes? Tuurlijk. Jij houdt er misschien niet van. Verschrikkelijk. Vreselijk. Afschuwelijk. Nou dan. Maar de mensen vinden het mooi en zo kan ik de Rio promoten. Goedemiddag. Wat moet er nou zo nodig aan de Rio gepromoot worden? Nou, de mensen kijken vreselijk op de Rio neer, hoor. En terecht. Ja, ik bedoel, als je bij de Rio werkt, dan ben je een soort paria. Echt waar? Oh, man. Van de week. Hij op school. Ik heb vreselijke kiespijn. Hij naar de tandarts. Is die in de gang, ja, door de werkster van de tandarts, is toen die kies getrokken. Omdat hij in de Rio werkt. Tuurlijk. Dat is discriminatie volgens mij. Wel, nee. Nou, volgens mij ook. Hij is toch geen neger? Maar hij kwam wel zo uit de put. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, dan is die Radio Rio, die zender van jou, dus bedoeld om de Rio en de mensen die daar werken een beter imago te geven. In één keer goed. Die zender van jou is een dood paard aan een touw. Nou, als de politie je helemaal gevonden hebt, dan is het uit met de pret. Ze vinden me niet. Nou, nee. Als Nico van der Spel toevallig de beste wijkagent van Zuid, als die jou eenmaal hebt uitgepeild. Huh? Ja, zo heet dat, uitgepeild. Dan is het uit met de pret. Hij doet zijn best maar. Simon hier zo, die zendt uit vanaf een schip, hoor. Vanaf een schip? Ja. En daarom legt hij de ene keer hier ook en de andere keer daar ook. Ja, de Rio is bijna overal bevaarbaar. Het zal nog wel weer een schip wezen. De kano van Huibschold, hè? Oh. 8 persoons. Geef je 14 dagen hooguit. Jij bent gewoon jaloers. Nou. Jij kan het niet hebben dat Simon al net zo populair is als Joost de Draaier. Dat mocht hij willen. 350 brieven per dag. En enkelt van mooie vrouwen. Schijn dat toch uit. Ja, ja, dat kun je zien aan het handschrift. Mijn hospita bijvoorbeeld is niet om aan te gluren. Je hebt een heel hard handschrift. Met allemaal van die hoekige hanenpoten. En kijk eens even hoe zwierig. Hé, luister. Lieve Simon. Mijn naam is Yvonne van Biemen. Ik zit in de 4e klas van de huishoudschool. En ik zou heel, heel erg graag een keertje bij je komen stofzuigen.
Oh. Jongen. Goed, mannen, ik ben er vandoor. Nou wel. Ja, joh, ik heb vanavond Rotterdamse Riet, heb ik al behoord, hè. En die woont natuurlijk helemaal in de Borglandstraat. Dus die ga ik nou meteen even halen met Ango, ja. Dag. Dus die Rotterdamse Riet gaat vanavond in een kano in de riool zitten zingen? Een uur lang. Dat wijf is gek. Je kunt toch ook gewoon de plaatje draaien? Nee, het is live. Hè? Ja, dat leg ik net uit. Radio de Jol is alles rechtstreeks. Er wordt helemaal niks opgenomen. Joe. Kok ook. Kok? Ja, Kok die zit er vanavond bij voor de reclame. Reclame? Ja, Kok maakt reclame voor zijn zaak. Daar betaalt hij natuurlijk voor, maar dat is ook allemaal live. Nou, laat Kok gelijk dan zijn zaakje dichtgooien. Want als ik op Radio Riool moet gaan zitten te horen waar of dat ik mijn kip moet gaan lopen te kopen, dan ga ik liever gewoon dood. Nee, dus niet kittelen, niet kittelen. En dat helemaal uit je hoofd? Ja, het is mijn lijflied, hè. Dat ken ik heel goed, want dat is je vak, hè. Zo is dat, meid. En ik heb het helemaal zelf, ik heb geschreven. Wat doe jij nou? Je denkt toch niet dat ik naar die flauwekul ga zitten te luisteren? Maar ik wel. Tjongejonge. En je blijft er vanaf. Vind ik dus heel belangrijk om het zelf te schrijven, want dan sta je erachter. Logisch. Achter wat je zingt. Anders ken je het niet. Nee, dat heb ik altijd gehad. Dan was er iemand jarig en dan zong iedereen langs als een leven, maar dan kreeg ik er niet. Niet? Nee, omdat ik er niet achter stond. Nee, nee. Maar dan heb ik dus zelf een verjaardagsliedje geschreven. Het is niet waar. Ja, ja. En dat zing ik dan op mijn verjaardag. Gezellig. Dat gaat zo. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Het is goed zo. Oh ja? Nou, plus, er is niemand jarig. Echt niet? Nee, tenminste Kok. Nee, ik ben van september. Mooi, dan breng ons gelijk, beste luisteraar, bij Kok van de Landen. Kok, zeg het zelf maar. Heel graag, Simon. Voor kip, kalkoen of everzwijn moet u bij Polier van de Landen zijn. Poelier van de Landen, Bijenlandse Laan 34, Rotterdam-Zuid. Ja, en vanavond ben je ook open, want vanavond is het... Nee, vergeet ik helemaal te zeggen. Vanavond, beste luisteraars, is Poelier van de Landen ook open, want het is... Koopavond. tip van de dag. Ja, luisteraar, we zijn alweer toe aan de tip van de dag, want het gaat toch snel. Er komt geen end dan. De tip van de dag. Het gaat toch snel hier op Radio Rion. De tip van de dag dus. Ik krijg de laatste tijd veel klachten over de plonspot. U weet wel, zo'n pot waar de drol meteen in het water valt en dat je dan dikwijls met een natte... Hoe zeg ik dat netjes? Met een natte reet. Er zitten dus. Mijn tip luidt, breng een matje aan. Een matje? Ja, niet een matje van papier. Oh. Hè? Je neemt een velletje op 5-6 wc-papier, vouw dit op een matje en leg dat op het water in de pot. Als het rol ook valt, wordt het eventueel opvattende water door het papier tegen. Jongen. Ja, die drol wordt zo natuurlijk ook een soort van opgevangen. Heel fijn, Kok. Dankjewel. Ja, dit was dus de tip van de dag. En daarmee, beste luisteraar, zijn we tegen bijna aan het einde. Avond, Koeman. Hé, Nico. Riet. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hé. Ja? Enkel gitaar. Dat hadden we nog afgesproken. Oh, ja. Jij luistert ook al naar Radio Rio. Mijn vrouw, Nico, mijn vrouw. Ja, Nieke, dat is zo leuk, joh. Jawel, Nel, maar het is wel illegaal. Zo is dat. Eet je lekker bordje soep mee? Doe geen moeite, Nel, ik ga zo weer verder. Wat kom je eigenlijk doen? Radio Rio, kooi man. Nagel aan mijn doodskist. Anders aan de mijnes wel. Ik loop zo dagen uit te peilen, maar krijg hem maar niet te pakken, die stokvis.
Nico, zal ik jou in deze dan eens een hele grote dienst bewijzen? Jij? Vanavond op de club ga ik hem gewoon zitten uit te horen. Hoezo? Nou, waar die morgenavond leg. Met zijn kano. Kano? Ja. Dat is zijn zendschip. Hij legt steeds ergens anders. Vandaar dat hij niet te pakken is. Begrijp je? En als hij nou vanavond binnenkomt, die stokvis, dan pak ik hem gelijk bij zijn taas. Nee. Niet? Jij moet met hem meepraten. Oh? Zeggen dat het zo fantastisch is allemaal. Ja, ja. Anders laat hij toch niks los? Nee, nee. Begrijp je? Ja, ik ben niet achterlijk. Goed, dankjewel Rotterdamse Riet. Heel graag gedaan! En dankjewel luisteraar. Wilt u reageren op de uitzending? Stop dan een briefje in een fles. Gooi hem in de dichtstbijzijnde put. En allemaal voor elkaar. Tot morgen! Dat vliegt gewoon voorbij. Die Sien, dat is een groot talent, hoor. Ik vind hem bijna nog leuker dan Joost de Draaier. Maar jij vond er toch helemaal niks aan? Ja, nee, ja, nee. Maar omdat ik er nog nooit naar geluisterd had. Oh. Ik heb enigszins voor mijn beurt gesproken. Dat mag je wel zeggen. Gebeurt me anders natuurlijk nooit. Wel, nee. Maar ik heb het nou gehoord, nou echt grandioos. En zo'n Rotterdamse Riet, schot in de roos. Ik vond Kok nog wel een beetje wennen. Was de eerste keer, hè? Tuurlijk. Plus, is allemaal lijf, valt niet mee, hoor. Dus dat hij nog wat nerveus was, bedoel je? Ja, natuurlijk. Wat dacht jij dan? Nee, die Kok echt zo'n gozer, hoor. Nou. Net als de spullen ook in de winkel, hè? Allemaal eerste klas kwaliteit. Goedenavond. Ja, 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 ja. En wat dachten wij van deze heer? Ja, geweldig, Kok, geweldig. Ik kom morgen gelijk een kip bij je kopen. Heel graag. Een alcoholische versnapering voor onze radiomaker. Lekker, Hendrik, lekker. En doe er gelijk een balletje bij. Simon. Simon. Waar leg jij morgenavond met dat geweldige zendschip van je? In de Putse straat, hoezo? Gewoon interesse. Ik ben nou zo'n favoriet van jouw Radio Riool dat ik alles van mijn zender wil weten. Dus niet voor de politie. Nou, dat je bijvoorbeeld Nico van de Speld belt en je zegt: Nico, morgenavond leg Radio Riool onder de Putse straat. Dat ben ik niet, Simon. Nee, nee. Ben ik van de NSB? Dan is het goed, je kan Mannen, ja. Dat zou ik voor een feeststemming bijna helemaal vergeten. Het water staat de club tot... Oh, ja, nee. Het gas en licht komt er ook weer aan. Iemand een idee? Nee. Sim? Nou, toevallig heb ik net een aantal hoorspelen geschreven in het kader van... 500 jaar Riool in Rotterdam. Hé? Ja, we bestaan dit jaar op de kop af 500 jaar. Gefeliciteerd. Dankjewel. Gefeliciteerd, jongen. Ja, Simon, jongen, nog vele jaren, hè? Ja, natuurlijk ook voor Huip en de andere jongens. Ja, dankjewel, Kok, dankjewel. Goed, die hoorspelen die gaan natuurlijk uitgezonden worden op Radio Riool. Ik kan hoorspel natuurlijk niet op tv gaan uitzenden, want het heeft geen zin. Nee. Nou, jullie doen er allemaal mee. Het wordt weer live uitgezonden, maar repeteren doen we hier ook. En daar betaal Radio Riool, pak een beet... 15 van. Grandioos. Heel goed weer, Simon. Ja, ik ken wel wat. Af en toe moet hij even een zetje hebben natuurlijk. Maar ja, daar heeft hij mij voor. Maar dan... Sprulboeien. Ja. Oh? Jo. Nee, daar sta ik helemaal niet van te kijken. Het loopt storm natuurlijk. Kom, dat was Katja. Het is een gekkenhuis. De hele winkel staat vol. Hé? Ja. Nou, mannen, dan hoorde ik het allemaal wel. Tuurlijk, Kok. Hou je op de hoogte, hoor. Het is nog niet te geloven, zeg. Eén reclame. Ja, je hebt je geld er alweer uit. Dat krijg je met die luisterdichtheid. Ja. Inderdaad, Erik, inderdaad. Maar goed, jongens, het hoorspel heet dus... Hein Stoïcijn. Hein Stoïcijn? Dat is de titel Hein Stoïcijn. Trek zijn eigen nergens wat van op. Dat is logisch. Hein Stoïcijn, uw onverschrokken rioolridder. Tja. Hein wijkt niet. Al komt er een inquisitie van stront op hem af, hij knippert niet eens met z'n oog. Zo. Zeg dat, Jacobus. En jij speelt hem. Zo. Ja,
Riool bestaat dus 500 jaar. Dan heb ik 5 hoorspelen geschreven. Ik kom steeds 100 jaar dichterbij. Hé? Ja, ik begin dus in 1469, toen is de Riool opgericht. En ik eindig in 1969. Logisch. En in al die hoorspelen speel hij Stoïcijn de hoofdrol. Maar dat kent toch helemaal niet Simon? Dan is hij toch veel te oud? Huh? Als hij er in 1469 al bij is, kan hij er toch in 1969 ook niet bij zijn? Is niet echt je keuze. Als die man 500 jaar is, dan kent hij toch nooit geen ridder meer hij wezen? Hij wordt geen 500 jaar. Sinterklaas komt er ook niet zelf meer door de schoorsteen. Hij blijft 38. Zo jong. Ja, 39, dat maakt niet uit. Ja, maar hoe kent dat dan? Op papier kent toch alles? Hé? Tuurlijk, Suske en Wiske. Zijn er ook al jaren 13. Echt waar? En wat dacht je van Dick Bos? Nou, die is volgens mij 30. Nou, dan ken het toch wel. Hé? Ja, die boekjes zijn nog van voor de oorlog. Oh ja, joh? 30 jaar geleden, dan zou hij als baby begonnen moeten zijn. Dick Bos toch niet? Nee, daarom net. Oh. Nou, eerst hoorspel. Speelt dus 500 jaar geleden. Ja. Ten tijde van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Juist. Ja. En die treinstoïcijn, dat speelt Nel dus. Trein? Ja, dat is een geweldige rol. Grandioze rol. Treinstoïcijn is de dochter van Heinstoïcijn en van Jacoba van Beieren. Ja, ja. Ja? En Treinstoïcijn is dus gevangen genomen door Jan van Schaffelaar, de aanvoerder der Hoeken. En ze zit opgesloten in de Riool. Jo. Ja, hier ook in Rotterdam dus, ja. En de hele Riool is bezet door de mannen van Jan van Schaffelaar. En Trein wordt vreselijk gemarteld. Echt verschrikkelijke toestanden. En poken en zo met vuur, weet je niet. Echt verschrikkelijk. Je weet niet wat je hoort, maar... Ondertussen op slot Loevestein. Wat maak jij nou, Kok? De wind. Hé? Kok, doe toch het weer? Het weer, hè? Ja, het is toch buiten? Slot Loevestein, toch? Ja, maar dat toch het toch als een gek? Oh, ik hoop dat jij bent. Ja. Jot, het is bijna afgelopen. Ja, nog een paar pagina's. Mensen, welk een leed heeft ons getroffen? Onze dochter in handen van den barbaar Jan van Schaffelaar. De hele Rotterdamse riool bezet door den godverlaten Hoeken. En nou regent het ook nog. Heel goed, Kok. Ga door, ga door, ga door. Wat gaan wij hier aan doen? Gaan wij onze geliefde riool aan den vijand laten? Nee! Gaan wij deze heidense bloedschenners, wier drollen het niet eens waard zijn om onze gloednieuwe riool te drijven, hun gang laten gaan? Nee! Dan lach ik ook niet. Integendeel, mannen, broeders, schrijpt uw goedendags. Ploert de doders en stront scheppen en volg mij. Ik wil ook mee. Nee, Jacoba, jij blijft hier, vrouw. Hé? Ga door. Vrouw? Ja, je schoonmoeder is toch je vrouw? Nel, toch? Nee, ik speel toch je dochter? Trein. Ik zit toch gevangen in de riool? En ze zijn toch ook gemarteld? Oh? Door mij toch? He? In opdracht van mij, toch? Van jou? Ik speel toch de Witte van Haamstede? En doet nou verder niks dan? Dadelijk. Ik word toch nog bevrijd? Door wie? Door jou. Dus mijn schoonmoeder is mevrouw? Gezellig, hè? Dat gelooft toch geen mens? Je ziet het toch niet? Hè? Het is toch radio, man? Ja, 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 ja. Kom op. Stukje terug, Jacobus. Jacoba, toch? Nee, jij. Oh, ja, nee, ik, ja. Mannenbroeders, grijpt u goedendags, ploert en doders en strontscheppen en volg mij. Wat doe je nou weer? Er staat toch hier volg mij? Maar je moet in de kano blijven zitten. Welke kano? Dit hier is toch een kano? Oh. Zo dadelijk in de riool is die echt, hoor. Dan moet je wel echt blijven zitten, hoor, Jan. We leggen namelijk onder de Putse straat. Op sommige plekken is het daar 4 meter diep. Ja, kom. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Is dat niet de schout? Waar menen wij doende mee te zijn? De schout? Ja, de politie. Hé? Zo heette dat vroeger, schout. Ik weet niet of ik het wel ken, hoor, Sim. Doe ik het er wel bij? Nee, jij speelt enkel Jan van Schaffelaar.
Anders raakt de luisteraar in de war. Dat weer vind ik wel lekker gaan, maar die schout vind ik heel moeilijk. Laat mij het nou maar doen. Het moet een stem zijn die ze nog niet eerder hebben gehoord. Ik ken hem op zijn Westloos doen, dan herken je mij echt niet. Schout uit Honselersdijk zeker. Of uit Monster, hè? Kok doet de schout. Oh. Hartstikke goed klinkt het ook, Kok. Ga door. Ja, ja. Waar menen wij doende mee te zijn? Nee, omhoog. Waar menen wij doende mee te zijn? Waar menen wij doende mee te zijn? Ik denk dat je goed bij je hoofd bent. Je moet gewoon... Waar menen wij doende mee te zijn? Jongen. Mensen, welk een leed heeft ons getroffen? Onze dochter in handen van den barbaar Jan van Schaffelaar. De hele Rotterdamse Rio bezet door den godverlaten hoeken. En nou regent het ook nog. Wat gaan wij hier aan doen? Gaan wij onze geliefde Rio aan den vijand laten? Nee! Gaan wij deze heidense bloedschenders die gedrollen en niet eens waard zijn in onze gloednieuwe Rio te drijven, hun gang laten gaan? Dat doe ik ook niet. Integendeel, mannenbroeder, grijp uw goedendags ploertendodus en stronscheppen en volg mij. Ik wil ook mee. Hey, Angela, jij blijft hier, vrouw. Wat denken wij dat wij aan het doen zijn? Ha, die Nico. Dit noemen wij een heterdaadje. Ja, inderdaad, Nico, heel goed. Keurig werk, fantastisch. Is afgelopen met Radio Rio. Heel goed gewerkt. Slaat hem maar in de boeien, die stokvis. Nico, jij komt als geroepen. Ah, overtreding van artikel 3 van de Telegraaf en Telefoonwet uit 1904. Zo is dat. Kok is niet helemaal tevreden met zijn rol. Dit gaat jou veel geld kosten, heel veel geld. Dacht ik, zou jij het willen doen? Nee, natuurlijk niet. Zou jij de schout niet willen spelen? Vergeet het maar, Simon Stokvis. Het is afgelopen met je. Doek is gevallen. Ook niet voor een kissie Cubaan? Een kissie Cubaan. Daar zeg ik geen nee tegen, hè? Heel fijn. Hé? Nico. Hé? Wat maak jij nou? Oh. Is dat niet de schaal? Waar ben jij doende te zijn? Sluit je bij ons aan. De hoeken hebben mijn dochter geslagen. Toch niet die lieve trein? Jazeker, diezelfde. Waar mijn oudste zoon, Floris, zo verliefd op is. Inderdaad, schout, inderdaad. En ik beloof je dat als jij ons helpt, die twee met elkaar zullen trouwen en prachtige kinderen zullen krijgen. Waar zit zij? In den Rio. Kom mee! Voor kip, kalkoen of Everzwijn. Hou, kokkie. Je hebt maar voor één keer betaald.